Goedemorgen deze morgen. Doet u weer met ons mee? Dan gaan we nu beginnen. Goedemorgen allemaal. Wat leuk dat jullie er weer zijn. En dat ik er weer mag zijn. Stap je lekker mee? Goed je voeten optillen? Neem de armen goed mee. En til je knieën goed op en duw ze naar voren. Gaan lekker warm worden. Ja, let op. We gaan zo meteen die kant op, zij tik. Zij tik. Ja, dat gaat lekker. En denk erom, hè. Goed die voeten optillen. 4, 3, 2. We gaan de hak voor. Zet hem voor. En wat? We gaan klappen. We klappen lekker mee. Wist u trouwens dat klappen goed is voor de botten in uw handen? Klap maar lekker mee en die hak omhoog. Hup. We gaan de voet naar achteren. En we knippen met de vingers. Ja, tik met je tenen achter. Til weer goed op. Nog 4, 3. En we gaan weer opzij. Klap. Klap. 4, 3, 2, 1. Achter. En lekker naar achteren. Lekker laag in de knietjes. Oké, we gaan de knie optillen. Handen naar je knieën. Kijk maar hoe hoog je komt. Trek je navel in, dan sta je goed in balans. Voel je al een beetje warm worden? We gaan hakken naar de billen en spierballen maken. Schop jezelf omhoog. Hup. Lekker warm worden. We gaan weer opzij, tik. En de hak. 4, 3, 2. Knip achter. Knip. Ja, lekker. 2, 1. Dan gaat de knie weer omhoog. Til omhoog. Gaan de hakken naar de billen. En we maken spierballen. Span die vuisten. 4, 3, 2, 1. Gaan we nog 1 keer voor. Tik achter. Knie omhoog. 4, 3, 2, 1. En de laatste keer. 4, 3, 2. We zijn lekker warm. Bij een stukje kracht. We doen vandaag kracht in combinatie met balans. We doen met name krachtoefening voor onze schouders. We gaan staan met de voeten iets uit elkaar. De gewichtjes zijn voor de bovenbenen. Maar flesjes water is natuurlijk ook prima. We gaan de armen om en om naar voren. Daar gaan we. Op, laag. Op, laag. Heel goed. Armen. Net zo hoog als de schouders, niet te hoog. Kijk er overheen. We doen er nog 4, 3, 2, 2 armen tegelijk. Op, laag, op, laag. En natuurlijk kunnen we ook gewoon weer meedoen op de stoel. Op, laag, let op, om en om. 4, 3, 2, 4 keer samen. 4, 3, 2 en weer om en om. 4, 3, 2 4 keer samen. 4, 3, 2 Nou, de laatste keer nog 1 serie. Om en om. 4, 3, 2, 4 keer samen. Nou, zo beginnen we
mij om wat zwaarder te worden. Bij jou dan? Goeie zaal? Dat was hem. Goed gedaan. Armen los. Nou, we gaan verder met een stukje balans en spierkracht. Tegelijk. We zetten de voeten achter elkaar. Vind je dat moeilijk? De voeten iets uit elkaar. Rechtop. Span je buik iets aan. Kijk naar vastpunt. Zij. Laag. Zij. Laag. Armen weer net zo hoog als je schouders. Niet omhoog zwaaien, maar tillen. Op. Laag. Op. Laag. Oeh, begin al te wiebelen. Vier. Drie. Gaat het thuis ook goed? Zet hem op. Armen blijven zij. Hou vast. Nou, daar komt hij hoor. We gaan op de voorste voet staan. Knie op. En probeer te blijven staan. We zijn net een vogel verschrikken. Drie, twee, één. En rustig laag. Goed gedaan. Nu ook de andere voet. Wisselen. En gaat het niet, doen we de voeten weer wat verder uit elkaar. Daar gaan we weer. Zij, laag. Zij, laag. Zij, laag. Navel iets in. Verdeel je gewicht over beide voeten. Op, laag, op, laag. We doen er nog vier. Drie. Twee. En blijf zij, blijf zij. En dan gaan we weer. Kom op de voorste voet. Knie op. Blijf staan. Ja, ja. En laag. Goed gedaan. Hé, hey, daar zijn we weer. Een blokje coördinatie vandaag op de stoel. Dus doe lekker mee, zou ik zeggen. En jullie doen ook allemaal lekker mee, neem ik aan. We hebben de buikspieren aangespannen. We zitten op het puntje van de stoel. Schouders laag en ontspannen lichaam langzaam voor. En naar de achterkant. We gaan even naar de zijkant. En weer terug. Nog een keer langzaam. Voor. En naar de achterkant. En zij. Kan wel wat sneller, hè? Voor. Achter. Links. Rechts. Voor. Achter. Links. Rechts. Voor. Achter. Links. En rechts. En de laatste keer. Oké. Even lekker dribbelen op de plek. Even een schouderrol. En we gaan verder met de armen. Voor, uit en in. Uit en in. Buikspieren strak. En breng die ellebogen naar elkaar toe. En als we de armen naar de buitenkant doen, brengen we de schouderbladen naar elkaar toe. Let op, we gaan uit en hoog en weer smal. Gaat die hier naast mij ook mooi? Hartstikke mooi. Kunnen we nog op het puntje van de stoel blijven zitten? Thuis ook? Hartstikke mooi. Weet je wat? We gaan wat sneller. Uit. 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 We tellen af voor de armen. We gaan nog vier keer. Nog drie keer. Twee keer. Oké. En dribbel lekker los. Even de armen ontspannen. Heel mooi. Goed. We tikken. Onder en hoog. En onder en hoog. Even heel wat anders. Ja. Zitten we op het puntje van de stoel. Buikspieren goed aangespannen thuis ook. Doe goed mee. Mensen, we gaan versnellen. Komt-ie. Weer snel, hè? Nog vier. Nog drie. Nog twee. En los. Hele grote schouderrol. Goed. We beginnen weer van het vooraf aan. Langzaam lichaam voor. En achter. En zij. En terug. Tempo. Voor. Achter. Links. En rechts. Voor. Achter. Links. En rechts. Laatste keer. Armen gaan omhoog. En meteen omhoog. En buig de ellebogen. Ja. Och, topvoorbeelden hebben we hier zitten. Helemaal geweldig. Ik hoop dat jullie thuis net zo goed gaan als wij. En
En de armen naar beneden. Hele grote schouderrol. En ik zou zeggen, goed gedaan. Tot de volgende keer. Nou, vandaag gaan we ontspannen op een heel spannend muziekje. Herkennen jullie het nog? Van Baantje. Ja. We gaan één been strekken. We maken ons lang. Hou de stoel maar vast, want we gaan wat naar voren. Ja. En dan voel je nu, als het goed is, aan de achterkant van je been. Ja. En kom maar terug. Goed. We wisselen van been. Eerst jezelf opstrekken en dan naar voren. Hou vast. Hou je been gestrekt, dan voel je het. En we komen weer terug. Goed. We wisselen weer. Nu trekken we de tenen naar ons toe en we gaan reiken in de richting van die voet. Je hoeft hem niet aan te raken. Als je spanning voelt aan de achterkant, dan is het ver genoeg. En kom terug. Mooi. En weer wisselen, opstrekken. En dan gaan we naar voren. Goed. Oh, goed. Strek maar uit omhoog. Maak je lang. Al die ruggenwerveltjes, die komen een beetje uit elkaar. Strek door. Strek door. Strek door. Strek door. En ontspan even. Lekker. Gaan we nog een keer. Maak je lang. Strek door. Strek door. Strek door. Strek door. En weer alles los. Goed, mooi. En draai de schouders rond. Ontspan. En draai de schouders terug. Heel goed. Oké. Ja. En we gaan indraaien. Zo ver als je kunt. En we gaan terug. We draaien de andere kant op. Ja. En terug. Nu mag je een beetje onderuit zakken. Leg de kin op je borst. Ja. En nu strek je op. Borst naar voren. Ja. En nu weer. Kin op de borst. Maak maar een bolle rug. En dan gaan we. En strek op. En dan gaan we nog een keer. Dan gaan we. Kin op de borst. Bolle rug. En nog één keer. Een beetje holle rug. En ontspan nog lekker met mij mee. Want Esther komt met de tip. Maar u kunt met mij mee blijven doen. Als u ouder wordt, heeft u meer eiwitten nodig. Wilt u weten hoeveel eiwit u inneemt? Kijkt u eens achter op de verpakking van uw producten. Of neem een extra eitje of zuivelproducten.